We kunnen er vandaag echt niet meer naast kijken. Zowel onze elektriciteitsfactuur als onze gasfactuur swingt volledig de pan uit. Bij ons, onze energie-expert Jordi van Pamel. Ja, Jordi, zeg het ons. Hoe komt het dat we zoveel betalen voor energie? Ja, vandaag zien we inderdaad grote stijgingen voor elektriciteit, maar vooral voor aardgas. Dat heeft natuurlijk verschillende oorzaken, maar kort samengevat zijn die terug te brengen tot de wet van vraag en aanbod. Een globaal gestegen energievraag heeft geleid tot een daling in de gasvoorraden. En dat drukt natuurlijk zijn stempel vandaag op de energieprijs. Dat weerspiegelt ook in de elektriciteitsprijs, waar de prijs bepaald wordt door de duurste centrale die moet worden aangeschakeld, wat in de meeste gevallen een gascentrale is. En daarnaast moeten stroomproducenten vandaag een hogere kost betalen voor de CO2-emissierechten, dus voor iedere ton CO2 die ze uitstoten. Ook die kost is gestegen en wordt doorgerekend aan de eindconsument. Nu, wat betekent dat voor een consument die vandaag een contract wil afsluiten? Wel, sluit je vandaag een vast tarief af voor elektriciteit, dan betaal je daarvoor €485 aan elektriciteitskost, enkel de energiekost. Dus zonder nettarieven en zonder heffingen. Ter vergelijking, vorig jaar was dat net geen €300. Dus dat betekent toch een stijging van zo'n 60%. Voor aardgas is die stijging nog meer afgetekend. Daar betaal je vandaag €1.250, enkel energiekost opnieuw, voor een gemiddeld aardgasverbruik. Vorig jaar was dat ongeveer de helft. Dus daar zitten we met een stijging van meer dan 100%. Als we daarbij de nettarieven en de heffingen ook gaan tellen, dan komen we uit aan een totaalfactuur voor een gemiddeld verbruik van €1.000 voor elektriciteit op jaarbasis en €1.600 voor aardgas. Dat zijn cijfers om van te duizelen eigenlijk. Kan de consument zich daartegen beschermen? Kan de consument iets doen? Wel, er zijn een aantal dingen die je kunt doen, maar veel hangt af van je eigen situatie. Heb je vandaag een vast contract? Wel, dan raden wij aan om vooral niets te doen. Blijf waar je bent. Veranderen heeft eigenlijk weinig zin op dat moment. Heb je een variabel contract waarvan de prijs mee evolueert met de prijzen op de groothandelsmarkten, dan kan je je proberen in te dekken tegen die gepeperde afrekening die sowieso zal volgen door je voorschotfactuur enigszins te gaan verhogen. Krijg je een nieuw voorstel van je leverancier, omdat je contract bijvoorbeeld afloopt, dan doe je er sowieso goed aan om te gaan vergelijken. Hoewel het prijsniveau vandaag heel hoog is, bestaan er nog steeds grote verschillen tussen de tariefplannen onderling en kun je dus wel degelijk nog steeds gaan besparen. Daarvoor kun je onze tools gebruiken om jouw contract te gaan vergelijken met het huidige marktaanbod om na te gaan of het voorstel van jouw leverancier wel degelijk het meest voordelige is voor jou. We weten nu wat de consument kan doen, maar is er geen belangrijke rol voor de overheid weggelegd? We weten dat die energiefactuur, vooral die elektriciteitsfactuur, een vergaarbak is voor taksen en heffingen. Ja. Wat zijn onze aanbevelingen eigenlijk aan de overheid? Ja, wij vinden dat de overheden een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het betaalbaar houden van energie voor elke consument. De prijsstijgingen van vandaag die hebben betrekking op de energiekost. Die prijzen worden bepaald binnen een geliberaliseerde markt, waar de prijszetting bovendien binnen een Europese context gebeurt. Dus daar is het niet evident voor de overheden om op in te grijpen. Waar ze wel op kunnen ingrijpen, is op het andere deel van de factuur. De heffingen, de taksen, beleidskosten die gefinancierd worden, vooral via de elektriciteitsfactuur. En daar pleiten wij ervoor om die kosten uit de elektriciteitsfactuur te gaan halen en die op een andere, meer rechtvaardige manier te gaan financieren, bijvoorbeeld via de algemene middelen of via een heffing op producten die schadelijk zijn voor het klimaat. U heeft het ook wel gehoord, beste consument. Wilt u nog altijd besparen op elektriciteit en gasfactuur, dan kan dat. Je moet vooral goed vergelijken. Ga naar onze website testaankoop.be/energyguide.